super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag weer een video waarin ik weer outfits aan jullie ga laten zien. Maar dit keer ga ik outfits van Instagram die ik heb opgeslagen aan jullie laten zien. En voordat we doorgaan naar de video, lijkt het me super leuk als jullie mij willen helpen bij een nieuwe video. Ik heb jullie hulp daarbij hard nodig. Ik wil namelijk een Shop My Closet, dat jullie mijn kledingkast gaan shoppen. En daarmee bedoel ik dat als jij ergens een outfit tegenkomt of ergens een linkje dus hebt voor een leuke outfit voor mij, dat je die dus achterlaat hier in de comments. Zodat ik dus een video kan gaan maken en dat ik dus outfits kan gaan namaken met outfits die jullie gezien hebben, die jullie leuk vinden of misschien inspirerend vinden of ja, iets dergelijks. Dus ik wil je vragen of je, als je een leuke outfit tegenkomt of als je überhaupt een outfit tegenkomt, om die hier te plaatsen onder in de comments, zodat ik daar de volgende keer mee een video kan gaan maken. Wellicht niet volgende week gelijk, maar wel gewoon in de toekomst zo snel mogelijk een keer. Zou ik super tof vinden als je dat zou willen doen. En dan gaan we nu verder naar de video. De vorige keer kon je al in Shop My Closet outfits van Pinterest zien die ik heb nagemaakt. En ja, die ter inspiratie heb gebruikt. En vandaag heb ik een video voor je met Instagram outfits. Ik heb ze hier op mijn telefoon staan. En we gaan als allereerst de eerste, zal ik even hier neerzetten voor jullie, gaan we namaken. Ik vond dit zo'n leuk en fris lente outfitje. En ik dacht, ik heb zo'n rokje ook. En volgens mij ook nog zo'n soort topje. Dus eens kijken hoe dat mij staat en of dat een beetje leuk staat. Als allereerst te beginnen met de rok. Zij heeft een rok met een rits voor. Die heb ik niet. Ik heb wel een A-lijnrok die zij ook aan heeft. Maar dan met knoopjes voor. Dus ik dacht, that will do it too. Daar ga ik dus voor. En dan heeft zij dus zo'n leuk topje erop met van dat kant. En die heb ik hier ook nog. Een witte top met, ja, ik weet niet of je het goed ziet. Zo zie je denk ik beter. Met mooie kant voor. Die draag ik eigenlijk bijna nooit. Omdat die gewoon wat, ja, wat wijder valt, zeg maar. Weet ik gewoon niet zo goed waar ik ermee moet combineren. Dus hier is dat misschien ook weer des te leuker dat ik weer een nieuw outfitje heb. Ja, een nieuw outfit idee heb waarmee ik het dus kan combineren. Ik ga het aandoen. En dan is dit de eerste look. Ik weet niet, ik ben gewoon nog steeds niet zo'n fan van dit shirtje. Omdat hij heel raar valt. Hij valt hier, zoals je kan zien in het midden, valt hij echt heel erg wijd. Maar hier zit hij weer heel strak. Dus het is zo'n raar topje. Het topje haalt gewoon alle vormen wat je hebt weg. Het is gewoon een heel raar model, ik weet het niet. Maar op zich, ik vind het wel iets hebben. Ik vind het rokje wel leuk. En ik heb het gecombineerd met gewoon lekkere witte sneakers eronder. Omdat ik daar zelf altijd wel fan van ben. Ja, gewoon heel simpel. Die kettingen er ook wel leuk bij. Ze had ook een beetje van die laagjes kettingen, zag ik. Dus ik dacht dan, ja, doe ik ook zoiets erbij. Ja, ik vind wel wat hebben. Ik ben alleen echt totaal geen fan van dit topje erbij. Dat is echt heel jammer. Dus ja. Maar goed, het was te proberen. Ik heb helaas ook geen andere witte top die ik in plaats van deze zou kunnen doen. Dus we gaan door naar de volgende outfit. Hopelijk is die wat leuker. Of althans meer naar mijn smaak. Op de volgende foto zie je twee looks. En diegene die ik op het oog had is de rechtse. Omdat ik die kleding waarschijnlijk wel in mijn kast heb hangen. Ja. Op zoek naar een donkergrijze broek. Ik heb niet een mega donkergrijze broek, maar wel een grijze broek. Dus die zal ik gaan gebruiken. En dan heb ik ook zo'n blazer. En ja, een wit t-shirtje. Dat moet altijd wel lukken. En ik denk dan weer gewoon lekkere witte sneakers eronder. Dit is de broek die ik bedoel. Hij is niet zo grijs als het donkergrijs als die van haar. Maar hij is wel grijs. En dan heb ik deze blazer. Maar ik heb ook nog een lichtere blazer. Dus ik ga even kijken wat nou het beste, het mooiste erbij staat. Lekker simpel. Let's try it on. Oké, ik heb eventjes een ander t-shirt erbij gepakt. Want die andere die ik had gepakt, die, ja, daar zat een hele grote vlek op. En daarnaast vond ik hem ook niet zo mooi erbij staan. Dus ik heb toch maar even dit t-shirt gepakt. Wat kleur kan nooit kwaad. En dan heb ik de pijpen opgerold. Want deze broek is echt gigantisch lang. en dan gewoon witte sneakers eronder. Niet helemaal zoals zij het had, maar op zich vind ik hem niet eens zo heel verkeerd staan. Ik weet alleen niet of ik, dit is best wel een lage taillebroek, zeg maar. Ik weet niet wat ik nou mooier vind.
Misschien toch beter erin. En ik had nog een ander jasje erbij. Die zal ik er ook eventjes bij aantrekken. En dat is deze. Ik weet niet. Ik ben zelf niet zo'n heel erg fan van dit jasje. Want ik vind deze kleur mij gewoon niet zo mooi staan of zo. Ik vind die andere kleur beter staan. Deze maakt het eens wat grauwig. Op zich kan het wel. Ik vind de kleurmatch met de broek wel weer heel erg mooi. Alleen, ik weet het niet. Wat vinden jullie? Staat deze wel of niet mooi? Ik weet niet. Ik vind hem ook niet helemaal een succes. Maar op zich de rest vind ik wel, wel aardig leuk. Ik ben tot nu toe toch niet helemaal enthousiast over de outfits. Maar we gaan verder. Oké, de volgende outfit die ik in gedachten had was ook weer de meest rechtse van deze foto. Ik zal hem wel even hier plaatsen. En dat is dus ook weer met een grijze jeans en met een groene, een beetje donkergroene kooltrui erop. En ik vond die kleurencombinatie gewoon echt super leuk staan. En ik heb ook een groene kooltrui, dus ik dacht, laten we dat eens even gaan proberen. Ja, zij heeft dan wel weer een hele mooie grijze broek aan die wat korter is, zeg maar. Waardoor ze dus die pijpen niet op hoeft te rollen. Ja, dat zal bij mij dus net iets anders eruit komen te zien. Maar ik ga het gewoon aantrekken en kijken hoe het er dan uit komt te zien. Dus de broek die ik nu aan heb, die hou ik gewoon aan. En dan wordt dit de trui die erop komt. Of trui, ja, het is gewoon een, ja, het is een trui. Ik heb lange mouwen, dus het is een trui. En dit is dan de look. Weer gewoon met sneakers eronder gedaan. Vind ik gewoon het fijnst. Toch weer de pijpen opgerold. En dan een simpel riemetje erin. En dan, ja. Ik vind het op zich wel iets hebben. Gewoon die riem, dat breekt het lekker. Gewoon lekker simpel, de outfit. Maar toch, ik weet niet. Ik vind de kleurencombinatie gewoon, wat ik al zei, gewoon echt heel erg leuk en mooi. Dus dit is wel tot nu toe een van mijn favorieten. Ik ben wel overtuigd. En dan gaan we alweer door naar de laatste. En als laatste vond ik deze wel heel erg leuk van Josh V. Die heb ik al een tijdje in mijn opgeslagen Instagram berichten staan. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een leuke look. Zij heeft een spijkerjasje, of ja, spijkerjasje, spijkerblouse aan. Behoorlijk donkere. Zo'n donkere heb ik niet. Maar ik heb wel een redelijk donkere. Dat is deze. Maar nou bedenk ik me. Ik kan natuurlijk ook gaan voor iets wel wat donkerders. Alleen geen blouseje. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Want deze heeft weer van die open mouwen. Ik laat het je straks zien. Dus dat is wel weer iets wat ik heel erg leuk vind. En dan heeft zij een camelkleurig rokje erbij aan. Ja, het is niet helemaal camel. Het is een beige camelkleurig. En dan zit ik zelf te denken aan twee rokjes. Eentje met een rits voor. Dat is deze. Een A-lijnrok. En deze. Deze is ook heel erg leuk. Heel erg mooi. Die past er vast ook goed bij. Dus ik ga even kijken wat mooi erbij staat. En dit is dan de eerste look met de blouse. Ik vind het verrassend leuk eigenlijk. Met name dit gedeelte zo. Dus de blouse en het rokje. Vind ik echt heel mooi bij elkaar staan. En het leuke is dat ik ook echt fan ben van deze kleurcombinatie in ons interieur. We hebben best wel wat houtdingetjes. En daar match ik dan heel vaak blauwe tinten bij. Omdat ik dat gewoon echt mooi vind staan. Het knalt lekker tegenover elkaar. En ja, komt gewoon heel mooi tot z'n recht. En zo ook hierbij. Ik ben alleen niet zo'n fan van de laarsjes erbij. Ja, ik weet niet. Ik krijg er hele rare benen door, vind ik zelf. Hele boerenbenen of zo. Dus ik vind het mooier als ik hier een hakje onder zou doen. Ik ga heel even kijken of ik iets anders eronder kan fixen. Oké, ik heb nu deze laarsjes eronder. Deze kocht ik de laatste keer bij de kringloop. Echt super mooi vind ik ze. Deze vind ik hier ook echt een stuk mooier onder staan. Ik ben alleen niet zo'n fan misschien van de kleur en de print hierbij. Dus ik ga nog even iets anders erbij aantrekken.
Oké, misschien niet de allerleukste optie of creatiefste optie, maar ja, op zich het kan prima zo. Met sneakers eronder. Oké, en dan wil ik toch nog eventjes die andere outfit ook aantrekken, want daar ben ik ook al benieuwd naar. En de laatste. En ik heb er juist voor gekozen om hierbij dus de wat donkerdere stof blauw te combineren met de rok die ook wat donkerder was. Dat vind ik toch wel net wat mooi bij elkaar staan. En daar ben ik heel blij mee, want I love deze outfit. Hoe leuk staat dit bij elkaar? Echt super tof. Echt heel blij mee dat ik dit zo ontdekt heb. Ja, dit vind ik toch wel heel gaaf. Ik blijf deze top sowieso super gaaf vinden. Door die mouwen. Ja, blijft echt een favorietje. En nu dat ik weet dat hij mooi staat met deze rok, zal ik hem echt vaker zo dragen. Want dit vind ik echt geweldig. Schoenen, ja, is een dingetje. Ik heb maar weer gewoon mijn sneakers eronder gedaan. Maar ik weet dat het niet ideaal is. Ik weet dat het niet, ja, heel mooi staat. Het is basic, het kan. Maar ja, het maakt de outfit niet helemaal af. Dat vind ik jammer eraan. Sandalen zou ook nog kunnen. Die heb ik nog steeds niet. Moet nog een keer aanschaffen. Ja, wat zouden jullie hier anders onder doen? Ik heb helaas geen sandalen, zoals ik dus al zei. Die zouden onder kunnen, denk ik. Maar wat zou jij hieronder doen qua schoenen? Blijft het wel een dingetje vinden. Een beetje lastig vinden. Maar op zich, ik vind hem echt super leuk. De outfit. Echt lekker fris, lekker lenteachtig. En lekker zomers ook. Dus alhoewel, voor de zomer is het misschien een beetje warm. Deze stof is vrij warm. Maar ja, I like! En dat was hem alweer jongens, de video voor deze keer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je natuurlijk super erg bedanken voor het kijken. Vergeet dus niet om in de reacties een linkje achter te laten naar een outfit die jij leuk vindt. Of waarvan jij denkt, die zou jou leuk staan, Saar. Zodat ik daar inspiratie uit kan halen en dat ik die dus in de video kan gaan gebruiken. Zou ik super tof vinden als je dat zou willen doen. En dan zie ik je natuurlijk weer heel graag de volgende keer terug bij een nieuwe video. Bye bye!